We zijn hier vandaag bijeengekomen voor een gezamenlijk iftar. Het moment waarop moslims het vaste verbreken. Hoewel de Ramadan door het breed publiek vooral gepercipieerd wordt als onthouding van voedsel en drank, van zonsondergang tot zonsopgang tot zonsondergang, houdt de vaste maand van de moslims een veel ruimere betekenis in. Zo is de Ramadan naast onthouding ook de maand van de heropleving, van genade, van liefdadigheid, van herdenking, van herbeproeving, van reflectie, van solidariteit, van hoop en van geduld. De Ramadan heeft niet enkel een impact op het individu, maar heeft ook belangrijke gevolgen op de gemeenschap in haar geheel. De moslims in België hebben bovendien het geluk om de Ramadan te mogen beleven in een superdiverse samenleving zoals in Genk. Het effect van de Ramadan op de multiculturele samenleving en het resultaat ervan op de onderlinge relaties van de mensen is van cruciale waarde. Een ander belangrijk aspect van de Ramadan die een weerklank kent op de samenleving is het samenkomen met onze naasten. In deze periode nodigen vrienden en familie elkaar uit om het vaste samen te verbreken, te delen en samen te genieten van de mooie momenten. Om deze mooie momenten ook te delen met niet-moslims worden heel wat burgerinitiatieven opgezet waarbij moslims en niet-moslims samenkomen. Door samen te komen voor de iftarmaaltijd krijgen mensen de kans om elkaar beter te leren kennen, om elkaar vragen te stellen en vooroordelen weg te werken. Want onbekend is onbemind. Dames en heren, ook onze vereniging wordt van tijd tot tijd zonder schroom beticht. Hoewel ons belangrijkste uitgangspunt het organiseren van integratiebevorderende activiteiten is die een samenleving moet ontstaan waarin iedereen actief en volwaardig meedoet en waarin mensen op dezelfde manier worden behandeld. Net zoals vandaag weer eentje meemaken trouwens. Ons duidelijk transparanter en efficiënter gevoerd beleid van de laatste jaren werpt ons inziens zijn vruchten af, maar is tegelijkertijd sommige partijen die hier vandaag niet present zijn een doorn in het oog. Niet zo lang geleden werden door onbekende gebaarden deze politieke van Krommenaars getoonden en zo hun ware aard. Ook de laatste maanden merken we dat de bewuste gemene aanval opnieuw de kop uitsteken, maar we berichten dat onze vereniging te alle tijden en steeds handelend conform de toepasselijke wetgevingen naar zal streven en regels en richtlijnen die neergeschreven zijn in onze statuten na te leven. Stad Genk is de bakermat van diversiteit, wordt wel eens gezegd. En gelijk hebben ze. De sfeer in Genk is aangenaam en het multiculturele karakter maakt het allemaal zo aantrekkelijk. Vandaag wordt opnieuw het bewijs geleverd. De stad is hier uiteraard de belangrijkste actor door het nemen van tal van initiatieven om de multidiversiteit goed te omkaderen. Ik hoop dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar polarisatie en stigmatisering geen ruimte vindt in Genk. En het verhaal van verbinding en bruggen bouwen met heel wat enthousiasme wordt voortgezet. Bij deze dank ik nogmaals de aanwezigen voor hun komst. Een mooi moment om oplosbare problemen in de samenleving even te overstijgen en met liefde, respect, een maaltijd te delen en elkaar te leren kennen. Bedankt. Teşekkür ederim.